Goedemorgen. Ik wil jullie laten zien wat ik deze week voor mezelf heb besteld. Ik heb een leuk cadeautje gekregen van mijn moeder, een mooi bedragje. En toen dacht ik van nou laat ik eens een mooi cadeau voor mezelf kopen. Ik heb een GHD Rose Gold Deluxe Limited Edition Professional GHD V-Styler en GHD Air Hairdryer gekocht. Want in deze doos, ik weet niet of je hem kunt zien, zwarte onderkant. Nou, en ik vind het dus helemaal geweldig. Ik moet zeggen, ik heb ze nog niet gebruikt. Ja, alleen de föhn die heb ik vanochtend gebruikt. Ik heb de steltang heb ik nog niet durven gebruiken, omdat ik van de week mijn haar heb laten verven. Ik heb het laten blonderen en eigenlijk wil ik het heel eventjes met rust laten en dan niet gaan stylen gelijk. Maar ik wil jullie wel alvast laten zien, wat zit er nou in die doos? Ik kan even laten zien, het is niet heel boeiend, maar die doos die gaat open. Dan heb je dus die deksel. Ja, in de doos. Hij is nu leeg. Zit een plek voor de hairstyler. Voor de föhn. Twee stukjes, verlengstukjes voor de föhn. En je garantiebewijs. Ik ga je even laten zien. Wat komt er dan uit die doos? Nou, er komt dus een föhn uit. Kijk, het plastic dingetje zit er nog op. Nou, echt met hele leuke rosé gouden details. Hier zie je de achterkant. En die föhn, die heb ik dus vanochtend gebruikt. Nou, echt geweldig. Echt, ik moet zeggen, ik heb zo'n föhn, zeg maar, volgens mij van Babyliss of van Braun, zeg maar, voor 30 euro. En deze föhn, ik vind hem helemaal geweldig. Hij voelt vrij zwaar, zeg maar, in je hand. Nou, daar heb ik de verlengstukjes heb ik erop. Deze. En nog een iets smaller stukje. Om je haar mooi te kunnen polijsten. Er zit een heel lang snoer zit eraan. Nou, ik ga hem nu niet uit elkaar halen. Maar er zit echt wel een snoer van 2,5 meter zit eraan. Nou, dan heb je zeg maar. Je hebt hier de verschillende knopjes. Dus je kan hem zeg maar op medium. En op hoge blaaskracht zetten. Je hebt ook zeg maar. Oh nee, dat is deze trouwens. Medium en hoog. En hier zet je hem zeg maar op de temperatuur. Dus middel, warm en hoog warm. En je kunt eigenlijk zeg maar aan de voorkant zit zo'n knopje, heb je wel vaker bij een föhn, dat je eigenlijk op elk moment dat je hem koud kunt laten blazen. Dan zit aan de achterkant, kijk, zit hier zo, oh, hij valt uit elkaar, zit hier je luchtblazertje en je filter. Dan kun je dus uit elkaar halen om het hier schoon te maken met een borsteltje als dat nodig is. Nou, hij is nu nog helemaal nieuw, dus dat is nu niet nodig. Zoals gezegd zitten er dan dus die twee verlengstukjes zeg maar voor de föhn bij. Hier een breed stuk, een smal stuk. Dat is voor zover de föhn. Nou, ik was echt gewoon helemaal verbaasd vanochtend. Want ik moet zeggen op het moment dat ik mijn haar föhn, en ik heb hartstikke fijn haar, maar toch duurt dat altijd best wel lang. Nou, en met deze föhn is het echt twee keer zo snel ben je gewoon klaar. En het is echt, nou, ik vind het echt een geweldig ding. Volgens mij op het moment dat je hem loskoopt is die iets van 140 euro als je goed zoekt op het internet. Nou, ik heb hem nu samen met de styler heb ik hem voor 255 euro heb ik de set gekocht. Dus het is echt een dure set. Maar ik moet zeggen, de styler op het moment dat ik die los ging kopen was die 200 euro. Met de föhn erbij was 255. Dus ik had eigenlijk in eerste instantie had ik hem besteld alleen maar zeg maar de steltang. En toen dacht ik van ja, het is eigenlijk zonde zeg maar als ik niet voor 55 euro ook een nieuwe föhn erbij bestel. Want die föhn van mij is niet meer zoveel. Dus die heb ik er gelijk bij gekocht. Nou, dit is de steltang waar het eigenlijk in het begin me allemaal om ging. En hij heeft een hartstikke leuk roze kleurtje. En ik had best wel veel reviews gekeken zeg maar op YouTube. En ik had gelezen en hè, wat is nou een betere tang? De Qi of de GHD of de Sedu in Amerika. En ik vond eigenlijk, zeg maar, de meeste mensen dat ze toch, zeg maar, zeiden van dat de GHD dat eigenlijk de beste is. Hij heeft die keramische plaatjes. Die zijn ook bewegelijk, dus je kunt ze ook, zeg maar, zo heen en weer doen. Het is een heel mooi, compact model. Hij voelt, zeg maar, echt compact in je hand. Hij is wel zwaar, maar hij is dus, ja, je hebt hem gewoon goed in de hand. En ik vind het ook mooi, zeg maar, deze is dus niet zo heel erg breed. Dus je kan er, zeg maar, straks kan ik ook mooi krullen mee gaan maken. Dus ik ga me erin verdiepen, zeg maar, hoe ik dat precies kan doen. En dan kom ik later met een review bij jullie terug. Want ik ben dus helemaal geen
opperstyler. Ook omdat ik gewoon wat ik zeg. Omdat ik fijn haar heb en ik wil er toch voorzichtig mee zijn, zeg maar, om het niet kapot te maken. Nou moet ik zeggen, de GHD heeft die regelt zelf zijn temperatuur. Dus die past zich, voor zover ik heb kunnen lezen en ontdekken, past die zich aan, zeg maar, op jouw haarstructuur. En kijkt die, zeg maar, dan hoe warm die kan worden zonder het te beschadigen. Maar je moet natuurlijk altijd een goed product gebruiken op het moment dat je gaat stylen. Nou goed, wat er verder handig is, kijk, je hebt hieronder, je hebt, zeg maar, je snoer kan hier zo roteren. Er zit ook weer een ontzettend lang snoer aan, van 2,5 meter geloof ik. Nou ja, in het midden zit een knopje. En dat zet je om. En op het moment, zeg maar, dat die klaar is, zeg maar, voor het gebruik, dan gaat die piepen. En dan kun je gewoon aan de slag. Dus ik ga het jullie van de week laten zien. Op het moment, zeg maar, dat ik tijd heb en dat ik weer een beetje het aandurf met mijn haar, ga ik jullie laten zien wat voor resultaat ik ermee kan bereiken. Want ik heb mooie dingen gezien op het internet ook. Hè, dat je ermee kunt stylen, maar ook dat je er volume mee kunt creëren. Dat je er krullen mee kunt maken. En, dus ik kom daarmee terug. En voor nu, dag!